We willen proberen zo kort mogelijk te blijven, want de bedoeling is als weer alle de banden breken met alle deze instellingen. We gaan graag terug aan ons werk en aan onze studie. Maar zover dat niet gebeurt, blijven wij op de campus. Een deel van de studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit in Nijmegen voelt zich onveilig door de pro-Palestina-acties op de campus. Het universiteitsbestuur zegt daar signalen van te krijgen. Gisteren gingen de demonstranten de universiteitsbibliotheek binnen en beklommen ze een dak om met Palestijnse vlaggen te zwaaien. Volgens het bestuur maakt de aanwezigheid van de tenten en het feit dat sommige acties deels met gezichtsbedekking plaatsvinden dat sommige studenten en medewerkers zich niet veilig voelen. Het bestuur van de universiteit heeft vandaag in een persverklaring laten weten aangifte te doen van vernielingen. En ook in Wageningen waren er vandaag weer acties. Pro-Palestina-demonstranten blokkeerden daar een groot internationaal voedsel- en landbouwcongres op de campus van de Wageningen University and Research. Tientallen medewerkers en studenten van de WUR blokkeerden urenlang de toegangsdeur tot het congrescentrum. Bezoekers van het internationale voedsel- en landbouwcongres stonden vanochtend vanaf 9:30 voor een dichte deur. Volgens de pro-Palestina-demonstranten is deze actie nodig om bewustwording bij de bezoekers te vergroten. Het idee is dat wij willen ook hun bewust maken dat hun normaal en dagelijk werk ook meedoet aan de vermindering van biodiversiteit, aan de klimaatcrisis en aan de bezetting van Palestijn. De blokkade van het congrescentrum is tegen het zere been van de Wageningen University and Research. Volgens de Raad van Bestuur hebben de demonstranten de huisregels overtreden. We zijn al een aantal dagen in gesprek met actievoerders op de campus. En hebben natuurlijk alle rechten om hun meningen en zaken te delen. Recht op demonstratie is goed. En daar hebben we goede afspraken over. Alleen helaas vandaag hebben we de afspraak om onze reguliere activiteiten niet te onderbreken. En dat gebeurt vandaag wel. Dus dat is zeer teleurstellend. De pro-Palestina demonstranten kamperen exact een week op de campus. De Raad van Bestuur weet nog niet of de actie van vandaag consequenties heeft voor het tolereren van het tentenkamp. Maar als het aan de demonstranten zelf ligt, zijn ze zo snel mogelijk weg. We willen proberen zo kort mogelijk te blijven, want de bedoeling is als weer alle de banden breken met alle deze instellingen. We gaan graag terug aan ons werk en aan onze studie. Maar zover dat niet gebeurt, blijven wij op de campus.